we staan hier nu op de Meghis zitten in Sharia Town in Noord-Irak, Koerdistan-regio. We hebben eigenlijk een tijdje geleden Zirak leren kennen, die de manager is van Panaga-organisatie, een plaatselijke NGO. En hij heeft gehoord over ons Meghi-concept, waarbij we eigenlijk een soort pop-up school kunnen bouwen op heel korte tijd, maar toch met de kwaliteiten van een echt vast gebouw. Dus de Meghi-shelter, daar staan er hier nu drie, is eigenlijk een constructie die eruit ziet als een tent. Staat ook ongeveer even snel recht als een tent. Maar door hem op te vullen met lokale materialen en daardoor dus van een tent een gebouw te maken, krijgt ze plots een heel lange levensduur, een heel hoge isolatieve waarde. Wordt ze eigenlijk een veel veiligere structuur, zoals de standaardoplossingen die worden aangereikt aan mensen die in nood zijn hier. Wel, we zijn een jaar of drie geleden met ons architectenbureau DMOA begonnen met de innovatie van de Meghi Shelter. Eigenlijk een beetje gechallenged door Bart Peters, die lang in humanitaire hulp actief is geweest. En hij stelde ons de vraag of we voor grotere shelters, voor scholing, scholen te bouwen en voor medische boegen, geen kwalitatievere oplossingen konden bedenken als degene die al meer dan 30 jaar gebruikt worden. De Meghi is ooit bedacht om zo weinig mogelijk materiaal en innovatie naar een nood te brengen, zodat we ook met een heel compact transport zitten. Maar dan toch een maximaal volume te gaan exploiteren door de tent op te zetten op een heel snelle manier. En zoveel mogelijk met lokale materialen en lokale mensen eigenlijk de tent te gaan upgraden naar een gebouw. Zelfs de kinderen hebben op een zeker moment kunnen helpen die hier ook later naar school zullen gaan met allemaal kleine taakjes eigenlijk te gaan doen. En dat is hetgeen dat de Meghi eigenlijk voor staat, dat is om met innovatie, het minimum aan innovatie die hun verder kan helpen, in samenwerking dan met lokale mensen, te zorgen dat je tot teamwerk komt en hun zoveel mogelijk ownership over het eindresultaat geeft. Behind me is the Meghi team working. They are very powerful workers and they care about and love what they are doing. And all distance they take to come here, eat with us, sleep with us and work with us. This is very fun for us and also it is a very good thing for like what we are trying to do in the future. This center will be used for education, to provide education for internally displaced people in Sharia and the villages around. Het project hier bijvoorbeeld is volledig tot stand gekomen door zelf de fundraising op te halen, door zelf de relatie met de lokale NGO Panaga op te bouwen, door samen met hem de bouwgrond te bestuderen en zo verder. Dus we hebben het volledig bottom-up gaan uitwerken om het uiteindelijk te kunnen gaan implementeren, wat ons wel een heel hoge efficiëntie heeft kunnen doen bereiken. Het team was fantastisch, dat staat vast. We hebben 6 geweldige Meghi-vrijwilligers gehad. Die mensen hebben zich te pletter gewerkt. Ik hoop dat ze mij daarvoor nog altijd appreciëren. Ze wisten wel ergens vanuit de vorige missie in Cameroen dat het zwaar zou worden. We hebben er nu ook wel een aantal innovaties bij ingestoken, omdat het voor de eerste keer een winterklimaat is. Dus de Meghi is heel zwaar geïsoleerd. Er zit ook een lage temperatuurverwarming en koelingssysteem in. Maar daardoor heeft het team ook wel veel meer werk gehad met allerlei nieuwigheden die voor ons ook de eerste keer waren. Dus ik ben ongelooflijk trots op hun, dat staat vast. Thank you.